Wel, het is een internationale actie van PETA tegen Hermes om hen te ontmoedigen om nog langer exotische dierenhuiden te gebruiken om hun handtassen en riemen en portefeuilles van te vervaardigen. Dieren zijn er niet voor ons plezier en dan zeker niet om mishandeld te worden, om nadien als luxeartikelen verkocht te worden. Dus daar willen we toch tegen protesteren en hopen dat we Hermes op andere gedachten kunnen brengen en dat ze eigenlijk voor meer ethische vormen van luxe producten zullen kiezen. Nee, en in Frankrijk is er al heel veel navolging geweest van Jane Birkin, die toch een van de uithangborden is van Hermes, waarnaar ook een van hun handtassen vernoemd is. Die heeft gevraagd om zich te distancieren van het merk en om de handtas in het vervolg een andere naam te geven. Ik hoop wel dat de actie effect heeft. Ik hoop echt dat de mensen een beetje zullen nadenken nu. Of dat er op zijn minst al een paar ogen zijn opengegaan. En ik hoop echt dat Hermes inwint. Vandaag staan we hier met Gaia en PETA, de Amerikaanse dierenrechtenorganisatie, voor een winkel, een boutique van Hermes. En we hebben ook een mooie krokodil meegebracht, namelijk in de gedaante van lesbian poppen. Waarom? Omdat, moet u weten, Hermes die verkopen broeksriemen, leren horlogebandjes, leren handtassen. En die worden gemaakt van de huiden van krokodillen en alligators. En die dieren worden in Zimbabwe en in Texas in kwekerijen op een verschrikkelijke, gruwelijke manier gedood. Ik zal u even zeggen hoe dat in zijn werk gaat. Dus die dieren worden met 125 op elkaar gepakt in donkere, diepe putten gehouden. Een jaar lang. Dan worden ze gedood. En wat gebeurt er dan? Wel, men zaagt de nek in twee. Dat doet verschrikkelijk pijn, omdat die ruggengraat, dat ruggenmerg, wordt dus doorgesneden. En dat is verschrikkelijk en gruwelijk pijnlijk. U moet ook weten dat sommigen, om die dieren te doden, als ze dan niet dood zijn, want dat duurt, die doodstrijd duurt minutenlang, dan gaan ze dus met een soort van metalen pook, gaan ze dus, waarmee ze de schedel perforeren, hè, gaan ze dan eigenlijk dat centraal zenuwstelsel kapot maken. Maar dat duurt dus ook nog minuten. En die dieren worden zelfs, terwijl ze nog leven en nog bij bewustzijn zijn, worden ze al gestroopt. Dus dit om u maar te zeggen dat het hier gaat om vreselijke gruwelpraktijken, verminkingen tot en met. En dan moet u weten dat dat jonge dieren zijn. De eieren van die dieren worden gevangen uit het wild. Na een jaar worden de krokodillen gedood en de alligators na 3 jaar. Normaal moet u weten, leven krokodillen 50 jaar en alligators 80 jaar. Dus na een jaar worden ze in die kwekerijen al gedood en dat dan op een vreselijke, gruwelijke manier om de zakken te vullen van Hermes. Nu, wij hebben op zich niks tegen het verkopen van handtassen of broeksriemen of horlogebandjes natuurlijk, laat dat duidelijk zijn. Maar niet ten koste van zoveel dieren die op een zo'n verschrikkelijk, gruwelijke manier worden gedood. Dat moet u stoppen en we zijn in ieder geval blij dat Jane Birkin, naar wie een van de handtassen die Hermes verkoopt, hè, of de merken, genoemd is. Dus Jane Birkin was een soort van handtassenmerk. Hè. En Jane Birkin, nadat ze de beelden gezien hebben, want onze vrienden van PETA zijn naar Zimbabwe geweest en naar Texas, hebben dus allemaal gezien en gefilmd hoe dat daar in zijn werk gaat, die gruwelpraktijken. En nadat Jane Birkin dat gezien heeft, heeft ze dus onmiddellijk aan Hermes gemeld dat ze niet langer haar naam mogen gebruiken. Dus dat is in ieder geval een eerste stap, een eerste resultaat. Maar verder moet ik u helaas zeggen dat Hermes nog niet veel gereageerd heeft. Maar dit soort acties worden ook in andere landen gevoerd. Hè. En we hopen dus dat uiteindelijk de boodschap dus wel tot bij het hoofdkwartier van Hermes zal komen, zal terechtkomen. En dat men daar dan in ieder geval, hopelijk gesteund door nog andere celebrities, hè, door andere persoonlijkheden, zoals bij ons nu Lesbian poppen, dat ze dan toch tot beter inzichten zullen komen en stoppen met die gruwelpraktijken. Want het gaat dus echt om duizenden en duizenden krokodillen en alligators die op zo'n gruwelijke wijze gedood worden.